Hoi. Drie zoenen mag. Ja, zelf. Welkom. Hoi. Pinkel voorbij. Rete spannend. Maar goed, ik heb volgens mij mijn koffer daar ook laten staan. Iedereen staat. Wel, hè? Dus, dat is niet te doen. Hoe heet je eigenlijk? Sjanne. Sjanne. Jij? Christian. Zal ik je koffer pakken? Ja, is goed. Komt hij vanzelf deze kant op? Nee, ja, zal ik hem? Ik ga je helpen. Zal ik hem naar beneden brengen? Ja, want ik heb wel een cadeautje erin zitten, dus die moet ik er even uithalen. Die moet je er zeker uithalen, ja. Moet ik er even uithalen. Leuk dat je er bent, schat. Ja, gezellig. Spannend. Ja, tuurlijk. Nou, ik heb wat leuks mee. Wauw, geweldig. Ik vind cadeautjes echt rete persoonlijk. Dus ik dacht, ja, weet je, het komt waar ik woon, komt het vandaan. Oké. Okay. In de jungle, aan het papier te zien. Ah, nice. IJs met alcohol, toch? Ja. Nou, je zult wat om aan te likken, toch? Ja, toch? Ja, ik heb ook wat voor jou meegenomen. Leuk. Je mag het uitpakken en daarna zal ik vertellen wat het... Oké. Okay. Waar het een beetje mee te maken heeft. Oké. Okay. Ja, ik dacht een doos Rituals of zo. Dat heb jij niet nodig volgens mij. Maar ja, ik dacht, misschien kun je nog wat aan de haak slaan. Oh, een hengel. Ja. Kom je op zaterdag je bed vooruit? Ja. Terrasje pakken, mensen kijken, lekker uit eten, lunchen. Alles wel eten gerelateerd in je. Ja. Een groot gelijk. Altijd, ik weet niet, eten maakt altijd alles beter of zo. Niet dat ik heel veel kan eten hoor, want ik heb een maagverkleining gehad, dus ik kan heel weinig eten eigenlijk. Oké. Okay. Maar ik vind het wel heel lekker om de hele dag door te eten. Maar dan ben je ook behoorlijk afgevallen denk ik, of niet? Ja, bijna 60 kilo. Wauw. Respect. Ja. Dus zonder respect. Ja, dus je komt eerst rollen en nou... En dan duwen. Ja. Nee, als ik één wijntje neem, ben ik lam. Oh, dat is wel goedkoop. Dus ja, dat is echt verschrikkelijk. Heeft het ook te maken dan met die maagverkleining of zo? Dat ja, denk ik wel. Ja. Iets anders reageert? Ja, dat denk ik wel. Want vroeger kon ik wel gewoon fles Bacardi op en dan was er niks aan de hand. En dan ging ik gewoon zo fietsen naar huis en dan... Oké. En dat verklaart misschien ook dat je enigszins overgewicht had natuurlijk. Hoe wil je morgenochtend je eitje? Geklutst. Oh, gekookt, gebakken of bevrucht, dacht nee, ik. Nee, gewoon echt geklutst. Ja, maggieblokkie. Dat is een beetje apart om bij een dating afspraak, zeg maar, dan mag je erin. Jij hebt al één minpuntje. Nu al. Staat mijn gulp open. Witte sokken. Ja, vind ik echt verschrikkelijk. En witte sokken? Ja, witte sokken, witte ondergoed. Ja, ik heb geen witte onderbroeken. Nee, oké. Okay. Maar dat vind ik altijd een no-go. Ja? Ja. Maar witte sokken in witte schoenen? Ja, gewoon geen sokken eigenlijk. Of gewoon van die halfjes. Dit zijn halfjes? Ja, gewoon zwarte erin dan. En dan gewoon zwart erin? Ja. Oh. Ook mijn knuffel, anders kan ik niet slapen. Die heb ik dan onder mijn arm of zo, ik weet niet. Oké. Okay. Hoe had jij dat voor je gezien dan? Slapen? Oh, ik slaap gewoon op de bank, schat. Nee. Nou, hij is groot, hij is blond, hij heeft stekelig haar. Hij heeft witte sokken had hij aan. Luister, daar moet je niet naar kijken, dan kun je allemaal gewoon opvoeden. Waar is het? Ja, het is wel gezellig. We kunnen wel gezellig kletsen en zo. Maar ik heb niet... Nee, maar dat heb je ook niet binnen de hoeveel uur zit je er, Sjan? Nee, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Dat je denkt van... Dat heb ik echt nog helemaal niet, gewoon. Ik ben vandaag in ieder geval goed begonnen. Ik heb zwarte sokken in witte sneakers gedaan voor jou. Goed zo. Ja? Geen minpunten meer vandaag? Nee. Gelukkig. Nou, god, ik wil leren koekappen. Een beetje boter erop? Ik lust geen boter. Ik vind het al leuk omdat je er geen reet aan vindt. Ja. Klaar voor? Hey, ik weet dat jij geen honger hebt, daarom heb ik speciaal dit spel bedacht. Dan win ik gegarandeerd gewoon. Verschrikkelijk en ik lust het niet eens. Oké, okay, nou. 3, 2, 1, go. En roep als je klaar bent.
Yay, ik heb gewonnen. Ik ga niet verlengen. Mm-hmm. Ik ga naar huis. Ja. Maar dat is meer... Ik vind je echt een super persoon. Wel, met kletsen en zo. Alleen, ik heb niet dat... kriebeltje dat ik aan je wil zitten. Of je een kus wil geven. Die genegenheid heb ik niet. Ik weet niet hoe jij erin stond. Ja, wat betreft verlengen is het eigenlijk hetzelfde. Oh. Weet je? Ik vond het zo lullig. Kijk, het gaat er uiteindelijk om... Ja, of je echt qua relatie met elkaar verder wil. Mm-hmm. Er zijn ongetwijfeld mannen die het fantastisch vinden... dat je thuis alles regelt en die van hun werk komen... thuis kunnen komen, op de bank kunnen ploffen... en voor de rest niks hoeven doen. Maar dat is niet helemaal mijn stijl. Nee, dacht ik al. Ik zoek dan ook in een partner eigenlijk iets meer die... ja, toch eventueel iets meer met de carrière bezig is... dan met het huishouden, om het zo maar te zeggen. Ja, ook als ik dan naast een giraf moet gaan liggen... dan heb ik ook wel... Wel zoiets, stel je voor, we gaan op vakantie en we zijn de giraf vergeten. Wat gebeurt er dan, weet je wel? Huilen. Ja. Huilen. Dus, ja, dat zijn dingen waarvan we denk ik wel, echt wel verschillen. Echt wel ver uit elkaar liggen. Ja. Dankjewel, schat.